dames en heren, kinderen, hartelijk welkom tijdens de opening van het gezondheidscentrum de Amazone. De nieuwe naam voor gezondheidscentrum Overvecht. En het leek ons wel leuk om de jongste medewerker en de oudste medewerker van het gezondheidscentrum het lint door te laten knippen. Waarom een nieuw gezondheidscentrum de Amazone? Het oude gezondheidscentrum, dat heette gezondheidscentrum Overvecht, bestond al vanaf de jaren 1970. Toen is het gesticht. En het was nu toe aan een forse renovatie. Want het pand waar we in zaten, dat was eigenlijk behoorlijk gedateerd. Plus daarnaast zagen wij dat er allerlei partijen graag nog bij het gezondheidscentrum bij wilden komen. En daar hadden we gewoon geen ruimte meer voor. Dus vandaar dat we eigenlijk die twee dingen gecombineerd hebben. En hebben we eigenlijk het oude pand helemaal gestript. En geïsoleerd. En zodat het zeg maar nu een duurzaam pand is geworden. Met ook nog meer plek voor allerlei partijen die een bijdrage leveren aan de gezondheidszorg voor de bewoners in de wijk Overvecht. Zijn ze me tegen? Inge, hoe is het om hier als jongste rond te lopen? Ja, dat besef je niet, want je bent gewoon als team aanwezig. Dus leeftijd maakt eigenlijk helemaal geen verschil uit. Leuk team? Ja, zeker. Leuk team. Ja. Vooral nu we meer met elkaar samenwerken in één groot gebouw. Zeker leuk. En hoe lang werk je hier al? Ik werk hier nu 4 jaar. En hoe lang werkt u hier al? Een jaar. En ze noemen u de oudste. Ja. Dat mag u wel weten, 78. Wat is uw rol hier? Wat doet u hier? Manager van alles. Manager van alles. Alles wat voorkomt, wat deze dame wil hebben, dat doe ik voor de. Wat vindt u van het vernieuwde gezondheidscentrum? Fantastisch. En fijn dichtbij. En mijn man is een keer gered met zijn hartinfarct. Alle minuut. Jezus, we weg. Vertel. Ja. Nou, we waren even naar de dokter en hij was niet goed geworden bij de ladder thuis. Ik was aan het schoonmaken. En toen zei ze, komt u vanmiddag maar even langs. Hij hierheen. Nou, 2 tellen. Hij werd niet goed en we ziekenhuis rezen. Weg. Hartinfarct. Nou, dat was grandioos geregeld. Ja, maar ook fijn dat er zoveel nieuwe faciliteiten zijn hier. Ja, fantastisch. Ja, echt waar hoor. Alle onderzoeken hebben we pas weer gehad. Alles is hier in één. Samen mogen we nou komen van alles na te kijken. Nou, we zijn echt dik tevreden. Wat vindt u van het nieuwe gezondheidscentrum? Nou, het is er een stuk op vooruit gegaan, want wij zijn kind aan huis hier. En het was echt oud. Het was echt aan een opknapbeurt toe. Dat wel, hè? Ja, zeker. Maar het komt ook allemaal heel prima over. Je kan goed naar binnen. Dat val ik met mijn mobiel, ja. Maar het is allemaal goed. En ja, de visio wat ik ervaar hier, dat is ook hartstikke fijn. Doen het goed, zijn aardig. En, ja, alles. En bloedprikken doen we hier ook. Dus dat alles lekker bij elkaar. We staan hier in een mobiel MRI-centrum bij Gezondheidscentrum de Amazone. We staan hier al enkele maanden. We stonden voordat we hier stonden op een andere plek in de buurt. Op de Kap Hoorndrijf. En nu zijn we met het gezondheidscentrum overeengekomen dat we hier staan met de bus. En in onze bus, we kunnen jullie zien achter het scherm, daar hebben we een MRI staan. Dus daar kunnen we mensen een MRI aanbieden. Heel rustig. Ja, goed zo. En dan wordt het de buis hier gedaan. Wat vindt u vooral belangrijk dat het nu veranderd is? Alles bijeen is. Ik ga tot woensdagmorgen zwemmen. En dan ga ik daarna naar eerst bloed prikken. Want dan moet ik iedere woensdag onderhand van de trombosedienst. En dan ga ik naar fysiotherapie. En dat bevalt me heel erg goed allemaal.